Het wordt weer wat vroeger donker. En dat brengt verschillende risico's en gevaren met zich mee. En helaas is een van deze risico's, of gevaren zou je kunnen zeggen, overvallen. En wat wil iemand die een overval pleegt? Geld, middelen, noem het maar op. Een van de principes die wij toepassen binnen Maduro, kijkende naar onze overvalpreventietraining, is het raakprincipe een acroniem voor vier belangrijke zaken. De R staat voor rustig blijven. Rust in je lichaam is enorm belangrijk om de juiste rationele keuzes te maken. En dit is lastig hè, want een overval brengt altijd een bepaalde spanning en stress met zich mee. Dus bewust rustig blijven is belangrijk. De A, de nummer 2, van accepteren. Accepteer dat je overvallen wordt. En ook dit is lastig. Want voor sommige mensen gaat daar, ja, komt daar een belangrijke mate van weerstand op het moment dat iemand jou overvalt. Accepteer het. Al is het alleen al voor je eigen veiligheid. En dat brengt mij bij de tweede A, de A van afgeven. Datgene wat er gevraagd wordt, geef dat gewoon af. Negen van de tien dingen zijn verzekerd. En al zou het niet verzekerd zijn. Is jouw eigen persoonlijke veiligheid altijd meer waard dan dat goed wat iemand van je vraagt of eist? En de K, de laatste letter, staat voor kijken. Kijken is enorm belangrijk en met name in de opsporing achteraf. Op het moment dat de hulpdiensten komen om de opsporing te gaan starten, willen zij natuurlijk weten wie de overvaller is en wordt er een serialement gevraagd. Probeer hierbij te focussen op opvallende zaken die je kunt waarnemen bij een overvallen. Lukt dit niet, dan lukt het niet. Maar als hier een mogelijkheid toe is, denk dan aan sieraden, tatoeages, grote merken op kleding, misschien wel de kleur kleding, huidskleur, haardracht, verschillende factoren die relevant kunnen zijn. Naast het raakprincipe hebben wij ook nog een vijfde factor, namelijk nazorg. Want een overval brengt altijd een bepaalde mate van stress en spanning met zich mee en die moet je gaan verwerken. En zorg er dan ook voor voor jezelf op zijn minst dat jij de ruimte geniet om, en pakt om tot een goede mate van verwerking te komen voor jezelf. Let op je mentale gezondheid.